Hey, leuk dat je meekijkt naar deze video over doelen stellen in je leven. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Vandaag heb ik 3 tips voor je die ik met je wil delen over hoe je dit nou eigenlijk kunt aanpakken. En de eerste waar ik mee wil beginnen is: denk groot. Als we doelen willen stellen in ons leven, dan moeten we eerst kijken naar onze dromen, naar datgene wat we echt willen realiseren, onze mogelijkheden. En daarbij is een goede vraag om te gaan kijken van: wat zijn nou eigenlijk alle dingen die ik heel graag wil bereiken? Wat zijn nou alle doelen die ik heb? En schrijf deze doelen allemaal op een papiertje. Doe dat het bij voorkeur nu, dus stop gewoon de video en doe dat nu. En kijk je nu toch nog verder? Dan is het een goed moment om het na deze video te doen. En schrijf dan al je doelen op papier en pas daarna een keuze. En het liefste bij voorkeur maak je doelen. In eerste instantie maak je ja-doelen. Dus die dromen of die doelen die je hebt, dat kunnen nog veel grotere dromen zijn die ook over jaren verspreid zijn. En daarna maak je ja-doelen. Dus je kijkt naar de 4 doelen die jou het meeste opvallen, die jou het meeste energie geven. En die 4 doelen, die noteer je weer voor jezelf. Dus die markeer je of die omcirkel je, maar net wat je wilt. Die zet je op een rij voor jezelf. En vervolgens maak je daar je topprioriteit van. Het allerbelangrijkste doel voor dit jaar. Wat is dat voor jou? En schrijf die vervolgens. Maak daar nog een sterretje bij of nog weer iets anders, maar waardoor die nog meer opvalt dan die andere 3 doelen die je dus nog overhoudt. Je hebt dus 1 topprioriteit en dan heb je nog 3 andere doelen daaronder staan. En dit is ook een beetje wat we maximaal per jaar kunnen doen. 4 belangrijke doelen is meer dan genoeg. En daarvan moet je eigenlijk 1 topprioriteit hebben waar je elke dag aan kunt gaan werken. Dus de eerste is: denk groot. Denk, maak inspirerende doelen. Als je dat niet doet, dan is het ook heel moeilijk om echt aan de slag te gaan met die doelen. Dus dan heb je wel doelen opgesteld, maar dan doe je er verder niks meer mee. En dat zou zonde zijn. De tweede is: hou jezelf scherp op je doelen. En dit is een valkuil die we vaak vergeten. We weten wel wat voor doelen we willen, maar we schrijven ze ten eerste niet op. Dat doen we dus in stap 1, bij denk groot, schrijf ze allemaal op papier. En de tweede stap is dat we ze vervolgens niet meer bijhouden. Dus het is belangrijk om uiteindelijk die ja-doelen die we bijvoorbeeld hebben ook weer kleiner te gaan maken voor onszelf. Door te zeggen tegen onszelf van: oké, maar wat zijn dan onze kwartaaldoelen op dit gebied? Dus stel je voor dat je aan het einde van het jaar in staat wilt zijn om 3000 euro te verdienen met je eigen bedrijf. En je begint nu net en je hebt een jaar de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Dit is een ambitieus doel, is een mooi doel. En stel je voor dat je zou lukken. Voor de meeste mensen zou dit een heel mooi doel kunnen zijn. Maar dit doel kun je natuurlijk ook, het kan ook op je gezondheid zijn of een compleet ander doel. Maar ik noem nu dit als voorbeeld. Stel je voor je wil dan 3000 euro netto verdienen. Dan kan het eerste kwartaal jouw doel zijn om aan het einde van het kwartaal 750 euro per maand te verdienen. Per maand is dit 250 euro. Per week is dit, pak een beet, 62,5 euro als je hem heel concreet pakt. En per dag is dit iets minder dan 10 euro. Zo maken we hem kleiner. En ik kom straks nog terug bij onze derde tip, die ik al bijna heb verklapt nu. Maar op die manier maak je het heel klein voor jezelf. En dan is het de kwestie van bijhouden. Dus kijk, oké, heb ik vandaag inderdaad bijna die 10 euro verdiend? Als je het wil verspreiden over de week, heb ik vandaag dan die 62,5 euro verdiend? En wat heb ik ervoor gedaan om dat voor elkaar te krijgen? En een belangrijke vraag: wat heb je nodig om dat voor elkaar te kunnen krijgen? En zo kun je heel concreet aan je doel werken. En kun je dus door middel van een wekelijkse planning, door elke week een moment te pakken. En dit is ook de tip. Elke week eventjes een kwartiertje, misschien een half uurtje. Zelf doe ik het wel lang, doe ik vaak een half uurtje, een uurtje. Dat ik terugblik en kijk van: wat heb ik de afgelopen week gedaan? En wat ga ik de komende week doen? En door dat moment iedere keer te pakken, ben ik me heel bewust van mijn eigen doelen. En hou ik mijn doelen ook heel goed bij. Dus blijf ik ook on track. Ik val niet terug in oud gedrag, omdat ik weet waar ik mee bezig ben op dat moment. En ik weet dat ik niet te veel dingen tegelijk pak, zoals we in tip 1 hebben besproken. Dus wat zou voor jou een goed moment zijn om die wekelijkse planning te doen? En heb je dit zelf ook al voor jezelf gedaan? Heb je jaardoelen en heb je die opgesplitst in kwartaaldoelen, maanddoelen, weekdoelen en dagdoelen? Heb je dat voor jezelf gedaan? Mooie oefening waardoor je beter doelen kunt gaan stellen in jouw leven. De derde stap, de derde tip die ik je wil meegeven, is: start klein. Dus 1 was: denk groot. 2 is: hou je doelen scherp. En 3 is: start
klein. En daar hebben we het al een beetje over gehad. Maak je doelen dus heel erg klein. Waarom? Omdat we die hele grote doelen die je misschien aan het begin hebben opgeschreven, die kunnen we niet in één keer waarmaken. En door die doelen zo groot te stellen, gaan we er vaak ook niet meer aan de slag. We laten het er maar bij. We denken van, poeh, dat doel is zo groot, daar kan ik niet naartoe. Het is net alsof het een hele grote berg is die veel te groot is voor jouw conditie, dat je dat doel gewoon niet kunt bereiken. En dan kom je niet in beweging, dan kom je niet in actie en dan doe je helemaal niks. En zodra je dat dus klein gaat maken voor jezelf en je gaat zeggen, hey, ik start heel klein en dus ik begin niet met die 3000 euro netto, wat heel veel is op dat moment misschien voor jou. Maar dat je zegt van ja, maar oké, als ik elke week bijvoorbeeld, als ik nu in de eerste week 62 euro kan verdienen met mijn eigen bedrijf, dan is het al goed. Dan verander je je complete mindset. En zo geef je jezelf iets meer tijd en de ruimte om ermee aan de slag te gaan. En ben je ook eerder geneigd om echt te gaan starten op het doel dat jij hebt gesteld. Dit waren de 3 stappen om doelen te kunnen stellen in jouw leven en daar een mooie methode aan te hangen. Dus schrijf al je doelen op papier. Maak 4 doelen. Omcirkel die, 4 jaardoelen. Maak daar je topprioriteit van. En kies vervolgens één van die doelen waar je elke dag even aan kunt werken. Dus dat is normaal gesproken je topprioriteit. En elke dag kun je dan de vraag stellen, welke eerste kleine stap kan ik vandaag zetten in de richting van mijn belangrijkste doel. En plan dus iedere week een moment in om ermee aan de slag te gaan. Goed, volgens mij een heleboel oefeningen waar je mee aan de slag kunt gaan. Als je de video ondertussen niet stop hebt gezet, dan zou ik zeggen, ga na deze video, pak pen en papier bij de hand en vul het in. Ook als je dit al hebt gedaan, doe het dan nog een keer. Gewoon puur om je brein, je hersenen, je mindset even weer te refreshen, even weer aan te zetten en in de juiste modus te krijgen. Ik wens jou veel succes met deze oefening. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan eventjes op mijn YouTube kanaal. Dan krijg je van mij nog eens meer gratis tips en video's te zien over mindset, persoonlijke ontwikkeling, focus houden en hoe je meer discipline ontwikkelt. Ik zou zeggen, veel succes en tot ziens. Ciao!